Dan leg ik het bij jou en dan handel jij dat af. Prima. Goedemorgen, Anja. Hi, Willem. Leuk truitje. Wat zei je? Niks. Zullen we even de contracten doornemen of... Nee, Willem. Jij zei leuk truitje. Wel, nee. Frits, zei hij leuk truitje? Ja, sorry, Willem. Je zei leuk truitje. Ja, nou zeg jij het ook, Frits. Oh ja? Shit. Maar Anja zei ook leuk truitje. En nou zeg je het weer, Frits. En ik mag dat zeggen. Leuk truitje. Maar jij niet. En hij al helemaal niet als leidinggevende. Maar dat zou ik toch ook nooit doen? Anja, je kent me toch, Anja? Oké, dan vragen we alle opnames op, spoelen we alles terug. We hebben alle tijd. Wil je dat? Oké. Ik heb het gezegd, maar kunnen we het dan nu laten rusten? Oké. Als jij toegeeft dat je hebt gezegd leuk truitje, want dat is wat je zei. Jij zei leuk truitje. Dat heb ik gezegd. Ik geef het toe, sorry. Wat zei je? Letterlijk? Ik zei leuk truitje. En dat was onvergeeflijk. Kom jongens, jullie hadden beloofd, alsjeblieft. Kunt u met ons meekomen? Nee, Max, we zijn vrienden van elkaar. Ik heb dit nog opgericht, dit bedrijf. En daarom denk je dat je alles mag? Maak het niet moeilijker dan het is. Help! Vertel het voorzichtig aan mijn gezin! Nou, zal ik dan maar de vergadering leiden? Heeft iemand nog enige opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering, Frits? Nee, ik vind het hele goede notulen. Echt prima. Geweldige notulen. Leuk truitje trouwens aan jou. Dank je, Mirjam. De aankoop van volgende maand.